Het is tijd voor uh, dier van de week. Dat is uh, Jos, een, een prachtige kat. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst gaan we het hebben over, uh, toch nog eventjes over terugblikken op Dierendag. We hadden hier maandag Martin Gaus in de uitzending. En nu is het uh, Marine Le Boucher van de Stichting Zuiderzee Zwerfdieren. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, want er is een doneeractie aan de gang van de Stichting Dierenlot. Uh, vertel eventjes wat voor actie dat is, ja, eh, Marine. Ja, dat klopt. Um, Dierenlot is een uh, grote landelijke stichting die eigenlijk overkoepelend is. En die helpt kleine en middelgrote stichtingen... Uh, waaronder onze stichting, Stichting Zuiderzee Zwerfdieren. Um... En zij hebben nu echt een hele mooie actie, dat eigenlijk elke gedoneerde euro wordt door hun verdubbeld. Ja. Dus daarom wilde ik heel graag de luisteraars van Radio of van Omroep Flevoland oproepen om um, doneer, 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 zou ik zeggen. Kleine bedragen, grote bedragen. Alles is welkom. Hoe uh, hard is het nodig? Ja, dat wilde ik ook uitleggen. Want het is zo: onze stichting um, is onafhankelijk, we hebben geen subsidies. Um, we vangen. Uh, zwerfkatten op, met name. En uh, het punt is... de zwerfkatten die bij ons binnenkomen... die zijn er vaak echt heel slecht aan toe. Ja. We hebben ontzettend veel medische zorg nodig. Dus tanden, uh, gebitssaneringen... Uh, natuurlijk castratie en sterilisatie... Uh, inentingen... soms ook echt complexe uh, operaties. Dus um, onze stichting heeft ook een no-kill policy. Dus dat wil zeggen dat wij... Eigenlijk nooit een kat een laten kat inslapen. Mm -hmm. Tenzij het echt niet anders kan. Mm -hmm. Dus daar is gewoon veel geld voor nodig. Maar jullie werken natuurlijk dan met dierenartsen. die die, die, die ja. beestjes dan weer Klopt. gezond maken. Ja. Uh, doen die dat tegen gereduceerd tarief? Of? Uh, nou, de stichting is opgericht door uh, Birgit Caminada. Mm -hmm. En zij. Uh, heeft een dieren of een uh, kliniek. Ja. Uh, zij is dierenarts. Mm -hmm. En de kliniek, die is ook uh, vlak naast uh, de stichting uh, of naast de opvang. Ja. Dus zij, uh, zij nemen het grootste gedeelte van de zorg op zich. Maar bijvoorbeeld, nu hebben wij uh, toevallig een kat bij ons, Bolly genaamd. Die is net naar een kliniek in Zeist gegaan, omdat hij toch hele specialistische zorg nodig had. Zorg nodig ja. had. Dus we. Ja, er worden eigenlijk uh, kosten nog moeite gespaard om deze beestjes er weer bovenop te helpen. Is, is de enige indicatie te geven wat jullie aan kosten maken per jaar? Um, nou, daar moet ik het antwoord helaas schuldig op blijven, maar om een indicatie te geven voor bijvoorbeeld van een gebiedsanering dan zit je toch al snel aan de 300 euro te denken voor als het een ja als het iets ja. wat gecompliceerd is. Nou dat uh, kan behoorlijk in de papieren lopen. Ja. En het is natuurlijk ook afhankelijk van hoeveel zwerfkatten je dat jaar dan opvangt ja, en wat natuurlijk. voor zorg ze nodig ja. hebben. Ja. ja. Um, die die, 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 die donerenactie is natuurlijk hartstikke mooi. Moeten we dan dat geld overmaken aan Stichting Dierenlot en verdubbelen zij dat dan? Want hoe weten ze dat het bij jullie moet of moeten we rechtstreeks doneren aan jullie nee, en jullie nee, geven door aan Dierenlot? Ja, precies. Het wordt rechtstreeks bij ons of op de website staan allerlei links waar je op kunt doneren. Ja. Dus, uh, uh, dat is www.zuiderzeeswerfdieren.nl en Um, wij geven het aan hun door en zij verdubbelen het vervolgens. Oh, dan kun je er ook een paar euro bij liggen, dan krijg je nog wat extra's. Nou, nee, dat is <laughs> ja, nee, nee, okay, ja, zijn mensen zijn met een goed, goed en in... een eerlijk hart. Ja, dat is het. Nee, we... dat, dat is hij weer. Ja, ja daar zijn weer. wij niet. Nee, maar goed, het, het, het is voor een goed doel. Hè? Het is niet dat ze het in hun eigen zak steken. Nee, nee, Want jullie ja, werken ja, met hoeveel, 36 vrijwilligers, hè? vertelde je net toch? Ja, dat klopt. Het is, is ongelooflijk. Een hele organisatie. Ja. Uh, er zijn inderdaad 36 vrijwilligers. Er zijn mensen die meer achter de schermen werken, voor bijvoorbeeld bijvoorbeeld ja de hele administratie, maar er zijn ook mensen die elke ochtend komen ze schoonmaken. Nou dat is ook altijd een hele klus. Um, ja alle alle kattenbakken nou ja, gewoon echt het schoonmaken. Ja, er dus zit dat, meer werk in dat dus dat de ja, mensen met en, en we hebben ook wat ook wel leuk is om te vertellen. We hebben ook een knuffelteam. Uh, dus dat zijn de mensen die komen smiddags. middags en die uh, zijn echt om de katjes te socialiseren. Uh, dus ja, die brengen dan tijd met de poes door om, ja, om ze tam te maken. Want ja, het zijn vaak zwervers en ze zijn. Uh, schuw, hè? Schuw en soms zelfs. Ja, ja, oh, we, ja ook echt wild. Wereld, ja, ja, wild. Heel bijna. Ja, nou, ja, ja. En Is dat te doen eigenlijk als, als een kat echt uh, gevonden wordt en, en, en nou, wild is? Nou, we zien uh, soms echt wel hele mooie wondertjes gebeuren. Ja? maar ja. Garanties zijn er niet. Nee. Nee. Garantie het aan de voordeur zeggen ze dan. Nee. Nee. Uh, is, is Jos ook zo'n uh, ja, zo'n kans? Dat is een leuk uh, bruggetje inderdaad. een bruggetje. Ik had een belletje maar een bruggetje. Nee precies. Nee Jos is inderdaad uh, begin december vorig jaar bij ons binnengebracht. Mm -hmm. uh, en het is een zwerver. Hij is gevangen in Biddinghuizen. Um, en hij is. Het is eigenlijk een beetje een tragisch verhaal van Jos. Ja. Want hij is uh, geplaatst door ons uh, begin januari. Hij, toen hij binnenkwam, was er een ander poesje, Willemina. Waar hij een echte klik mee had. Um, ja, helaas is Willemina. Uh, overleden inmiddels. Hmm. Uh, Kon dus slapen? Ja. Was hij al zo oud dan of waren nee, ze allebei Nee, het, we weten het niet. Is, uh, op een nacht is ze gewoon overleden. Dus dat. Is dat ja, deze die we hier zien ook naast ja, uh, Jos, ja, de, de, ja. de mooie getekende ja, Poes? Willemientje, ja. Ja. Ah. Um, maar goed, hij is, uh, Ze zijn samen geplaatst uh, begin januari. Uh, we hebben tegen die mensen ook heel duidelijk gezegd van, het is een projectje. Het zijn gewoon. Schuwe katten, het kost tijd en misschien komt het wel, wordt het wel nooit een knuffelkat. Dat, oh ja. dat kun je gewoon niet zeggen. Nee, maar... maar goed, die mensen zijn ermee akkoord gegaan. Maar na drie maanden vonden ze toch dat het. Hij bleef schuw. Ja, dat, het, dat ze te schuw bleven. Ja. En dat is gewoon heel erg jammer. Maar ja, Jos is wel echt een kat die je. Uh, Bijvoorbeeld bij andere katten zou kunnen hebben. Hij kan goed met de andere katten. Dus dan zou het erbij, als je een aantal lieve knuffelkatten hebt. En dan... ja, misschien wordt hij er door aangestoken. Ja, als als nee, maar zo... leren van elkaar. Precies. Als je hem zo ziet, dan zou ja. je niet zeggen van uh, er is wat met beestje nee. aan de hand. Eigenlijk. Nee, nou hij is, hij is een beetje teruggetrokken introvert. Maar het is ja. geen valse kat. Ik bedoel, het is niet dat hij uh, aanvalt. Nee. nee. Maar hij, is, hij heeft gewoon wat meer tijd nodig. En ja. hij zou een. Omheen de tuin zou hij heel fijn vinden, want hij is graag buiten. Um, Oké. Okay. Maar ja, het is een kat. Uh, een rustig huisje zoeken we voor hem. Hij is twee jaar, dus er kan nog best wel heel veel met hem. Ja, aan hem verbeterd worden. Ja. En, ja. Uh, misschien dat het ook wel helemaal goed komt. Dat, dat, uh, misschien zeker, dat... zeker met het achterliggende verhaal gunnen we hem natuurlijk. Ja, een nieuw het is echt uh, ja. een kat die je echt het beste gunt. Nou, meer informatie over uh, Jos op uh, zuiderzeezwerfdieren.nl, ook op onze eigen website uh, omroeplevoland.nl slash gemist. En als je dan toch op die site bent, daar vind je inderdaad ook een doneerlink. En dan kun je dus ook via Ideal of via creditcard, uh, stichting Zuiderzee-Zwerfdieren. Steunen en dat geld wordt dan weer verdubbeld door dierenlot. Tot ja. wanneer wordt dat verdubbeld? Wat zeg je? Tot wanneer wordt dat verdubbeld? Uh, tot, tien, uh, tot de tiende loopt de actie. Oké, okay, nou nog ja. snel doneren, nog vier dagen ja. de tijd. Ja, ja precies. Nou, ja. Vijf, vijf euro doneren, dat wordt dan gauw een tientje. Dan, ja, ja. dan zetten het tenminste zo aan de dijk. Ja, hè? nou precies. Dat, <laughs> dat Laten is we hopen op een wondertje. Ja, Dank je wel, we Marine Le ja, Boucher. Jullie ook bedankt.